Bij ons professor Kriekemans. U doseert internationale politiek, buitenlands beleid. Ja, eerst en vooral toch nog even over Tillerson. Het is een weinig elegante manier om iemand de laan uit te sturen. Tegelijkertijd deed al heel lang het gerucht de ronde dat hij zou moeten vertrekken. Ja, we zaten er eigenlijk op te wachten. Het was al duidelijk al lang dat er grote meningsverschillen waren tussen Tillerson en Trump. Tillerson, die een beetje de demper was op Trump, die probeerde naar de internationale gemeenschap toch nog uit te leggen wat de president eigenlijk van plan was, een zekere rationaliteit daarin te brengen, maar ook voor een deel Trump af te remmen. En ik denk dat dat toch wel een beetje geleid heeft tot frustratie. Een aantal dossiers zijn aangeduid. Qatar, wat te doen met Iran. Het feit dat Tillerson vorige week totaal niet wist dat Trump plots had toegezegd op het voorstel van de nationale veiligheidsadviseur van Zuid-Korea om met Kim Jong-un te praten. Ja, we zagen die beelden nog in de reportage. Dat was zeer pijnlijk voor hem. Hij zat niet meer in de bubbel. Heel duidelijk. Ja. Nu, wat betekent het verdwijnen van Tillerson en deze nieuwe benoeming van Pompeo precies voor het buitenlandse beleid van de VS? U verwees al naar een aantal meningsverschillen die er waren tussen Trump en Tillerson. Ja. Het betekent dat de demper voor een stuk weg is. Dat Trump een van zijn gelijken, zegt hij zelf nu plots, meeneemt in het buitenlands beleid. Het is denk ik voor een stuk ook een poging van het Witte Huis om het buitenlands beleid echt naar het Witte Huis te trekken en niet meer naar buitenlandse zaken als zodanig. Ja, dus het zelf veel meer onder controle te krijgen. Ja, laten we er één heel belangrijk dossier van de voorbije weken uithalen. Noord-Korea, die ontmoeting met Kim die op til is. Wat betekent het daarvoor? Want je zag vandaag in alle reacties terugkeren, had hij Tillerson toch nog maar bij zich gehouden daarvoor? Maar Trump zegt nu, ik ben een nieuw team rond mij aan het organiseren om voor een stuk die meeting dan te gaan voorbereiden. Nu, we zullen zien hoe dat zal gebeuren als de meeting ooit zal plaatsvinden. U twijfelt daar nog aan? Alles is mogelijk in de wereld van Trump. Dus we zullen nog zien. Ja, want we hebben een groot stuk van onze uitzending vrijdag daaraan besteed. En iedereen leek het er wel over eens dat die er zeker wel komt. We zullen zien. In de wereld van Trump is in de dagelijkse soap opera is alles mogelijk. Maar die meeting moet voorbereid worden. Mm-hmm. En de vraag is of hij wel de nodige expertise rond zich zal kunnen organiseren om dat te doen. Nu, Mike Pompeo is natuurlijk de voormalige, moeten we nu zeggen, baas van de CIA. Kent dus natuurlijk op het vlak van de veiligheidspolitiek wel die dossiers. Dus daar zullen we eventueel wel kunnen verwachten dat die voorbereiding zal gebeuren. Maar zal dat voldoende zijn? Normalerwijs is een meeting met de president een dank, dus het einde van het proces. Nu zal het misschien een ontvangst zijn zonder al te veel ontwikkelingen, die ook heel slecht zou kunnen aflopen. Ja. Trump verwees vandaag zelf openlijk naar dat andere heel moeilijke en delicate dossier Iran, mm-hmm. waar hij duidelijk met Tillerson niet op dezelfde golflengte zit. Ja, Trump wil eigenlijk die hele nucleaire deal die er met Iran is gesloten, hij wil daar duidelijk vanaf. Hè? Ja, en ik denk dat we vooral naar dat dossier moeten gaan kijken wat betreft veranderingen. Het is heel duidelijk dat Trump nu, als het ware zegt, de machtspolitiek heeft gewerkt in het dossier Noord-Korea. We gaan bij wijze van spreken datzelfde recept nu gaan toepassen op Iran. Het betekent, wat kan dat betekenen? Wel, het betekent dat het akkoord dat de internationale gemeenschap, en waar trouwens de Europese Unie een belangrijke rol heeft gespeeld, om Iran eigenlijk ervoor te zorgen dat zij haar nucleair programma alleen maar zou beperken tot civiele doeleinden en niet voor militaire doeleinden, dat Trump eigenlijk gaat proberen om te zeggen dat Iran niet langer voldoet, dat hij een aantal elementen heeft gevonden waarbij zij zich niet langer dat dossier opvolgen, als het ware. Maar dat zal leiden tot een breuk, onder andere met de Europese Unie. Een breuk die er ook langs staat aan te komen. Ja, en hoe diep kan die breuk gaan? Europa ziet de relatie met Iran heel anders. Europa ziet die relatie anders, wil ook voor een stuk een openingspolitiek doen. Het heeft ook onder andere met aardgas te maken. Dat zijn onze toekomstige reserves.
reserves. Maar het heeft ook te maken met de economische politiek. Het heeft te maken met de Airbus, Renault, Frankrijk, Duitsland, die die nieuwe markt daar toegang toe willen. En Europa wil eigenlijk verder met Iran. Ja, en omgekeerd zie je een nieuwe alliantie. Saudi-Arabië met Trump, de grote wapendeals. Mm-hmm. En ook moeten we kijken naar Israël, dat de laatste weken aan het draaien is. We hebben toch die heel opmerkelijke speech gezien van Benjamin Netanyahu, een beetje donker zo, die op de München veiligheidsconferentie zegt dat hij desnoods rechtstreeks Iran zal treffen als Iran probeert om van Syrië een uitvalsbasis te maken tegen Iran. Dus als al die neuzen in die richting gaan, ja, dan krijg je voor een stuk Europa met de Sjiïtische as, ja, en Rusland en de Verenigde Staten die plots met Saudi-Arabië en Israël daar de spanning gaat opdrijven. Ja, hoe problematisch kan dat eigenlijk worden? Want dat is een zeer delicate regio al veel langer. Hè? Dat is een bijzonder delicate regio. Kan Trump hier eigenlijk tekeer gaan als een soort olifant in de porseleinkast? Dat kan zijn. Hij kan militaire assets, zoals dat dan heet, naar de regio brengen. Hij kan met zijn vliegdekschepen en vliegtuigen proberen voor een stuk aan een intimidatiepolitiek te doen. Maar wederom, dat zal de spanningen alleen maar opvoeren. Het ergst mogelijke scenario zou zijn dat Israël om een of andere reden denkt militaire macht te kunnen gebruiken om aan Iran een boodschap uit te zenden, bij wijze van spreken. Maar dan denk ik dat we in een zeer gevaarlijke confrontatie terechtgekomen. Die moet vermeden worden. Oké, nog heel kort, professor, want we gaan het zo meteen over Rusland en het Verenigd Koninkrijk hebben. De huidige crisis rond die zenuwgasaanval daar. Hoe zit het nu precies met de VS daar tegenover? Wat we eigenlijk zien is dat Tillerson vrij rechtstreeks met de vinger gewezen had naar Rusland en dat Trump dat niet zo graag heeft. Mm. Veel verder kunnen we daar op dit moment niet over spreken. Nee, want hij heeft blijkbaar wel getelefoneerd, hè, met premier May intussen. Dat zal wel, uiteraard. Er is nog altijd een special relationship. Maar we zullen zien hoe dit zich verder zal ontwikkelen. Oké, professor Kriekemans, dank je wel voor uw komst naar de studio.